Breda Nu. Je weet het meteen. Leerlingen van het Newman College hebben meegedaan aan de voorrondes van de First Lego League. Dat is een wedstrijd voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar die worden uitgedaagd om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. In welke context zijn we vandaag? We zijn in de makerspace van Nieuw Vesten. Dat is een nieuwe creatieve werkplaats voor technologie. Waarin we Breda bekend maken met technologieën als lasersnijden, 3D-printen, VR, augmented reality en ook robotica. Newman College doet al jaren aan robotica, buiten de lessen om. En het enthousiasme van leerlingen is heel groot om daaraan mee te doen. Volgende week doen wij mee aan de regionale finales op Avans Hogeschool. Maar we kunnen niet alle teams van onze school mee laten doen. Dus van tevoren moeten de teams tegen elkaar strijden voor een plek op die regionfinale. En dat is vandaag dus het doel waarom we hier zijn. Nou, je hebt een robot vast. Ja. Heb je die zelf gemaakt? Ja, met mijn groepje. Wij die zelf gebouwd. En wat kan die allemaal? We kunnen de missies hiermee behalen. Dat is de bedoeling. Dus we hebben hem gebouwd en we hebben bouwers en programmeurs. En de programmeurs zorgen dat de robot precies de route rijdt om de missies te halen. Later op de dag werd bekendgemaakt welke teams er naar de regionale wedstrijd mochten. En dan komt team 7 met 150 van de 150 punten. Jullie hebben 70 punten, goed gedaan. Wat vinden jullie ervan? Ja, we zijn echt allemaal super blij. Het was heel spannend. Hij mislukte 2 keer en dat we dan toch 70 punten. Ja, wij zijn er allemaal heel blij mee. Ik denk dat het mooiste is dat je er zoveel tijd in hebt gestoken. En als het dan ook nog naar goed uitkomt, dat is gewoon heel fijn. En als het een paar keer mislukt en dan die keer dat het gewoon helemaal goed gaat, dat is gewoon geweldig. Ja. Jullie zijn heel trots erop, dat hoor ik. Ja. Laat ze even horen hoe blij jullie zijn. Hey! Dankjewel. Breda Nu. Je weet het meteen.